We zijn hier op een van de eerste locaties waar we van start zijn gegaan met het biologische bestrijdingsplan van de toekomst. Het doel van het plan is dat we biodiversiteit omhoog gooien. Met flora en fauna voorzieningen proberen we muizen en ratten te weren. Hoe meer insecten, hoe meer vogels, hoe meer vogels, hoe meer roofvogels. En uiteindelijk zal dat de populatie muizen, ratten en vliegen aanzienlijk verminderen. Het plan van de toekomst omvat drie schillen rondom een agrarisch bedrijf. In de eerste schil zaaien we speciaal gras, wat zeer stug van structuur is en heel open van structuur is. Door het aantrekken van roofvogels is het een omgeving waar muizen en ratten zich niet prettig voelen en ook snel zullen worden weggejaagd door de roofvogels. De tweede schil is een schil met kruiden. Kruiden, door hun geur en hun structuur, zullen muizen en ratten liever weren dan dat ze daar doorheen lopen. In de laatste schil plaatsen we geurkokers en CO2-vallen. Met de geurkokers verjagen we de muizen en ratten. Met de CO2-vallen vangen we de laatste muizen en ratten af.